Wat ik leuk vind als ik in een debat sta, is je krijgt van veel mensen reactie, maar mijn moeder, omdat ze je natuurlijk heel goed kent, dat zou bij alle moeders zo zijn, weet precies te zien wanneer je niet jezelf bent. Wanneer je te stevig bent en dat gemaakt is. Dus met name op dat soort dingen, niet eens alleen op de inhoud, maar gewoon op hoe gedraag je, hoe debatteer je. Ook weer omgangsvormen. Daar is ze heel scherp op. Maar dan belt ze je niet, soms ook. Nee, maar ze appt. Ja, app, hè? Ja. Met veel emoticons erbij. Zeker, ja. Ook tijdens het debat doet ze dat nog, hè? Ja, en als ik dan niet direct reageer, dan krijg ik er een tweede appje overheen. Want dan kijkt ze en dan ziet ze dat ik wel op dat apparaat gekeken heb. Dus dan schrijft ze, je mag best antwoorden, ik ben je moeder, hoor. Ja, want dat zijn dan weer die normen en die waarden. Als iemand Zeker. Wat vraagt, moet je natuurlijk antwoord geven. Maar oké, dit zijn dus hoe jij daar bent, hoe jij daar staat, hoe je de mensen toespreekt. Maar gaat het dan ook misschien over dingen als, bij wijze van spreken, wat voor das je aan hebt? Oh, ja, en of ik naar de kapper moet en hoe ik de opvoeding van mijn kinderen doe. Ja hoor, het is het hele spectrum. Ja, dus je hebt een lekkere actieve moeder. Ja, ja. Kijkt ze nu ook? Denk het wel, ja. Gaan we even naar de zwaaien. Wat leuk dat u kijkt. Ja. U houdt hem lekker scherp. Heel goed. Krijg ik dadelijk weer appjes. Die ik zou eigenlijk gewoon de telefoon even op tafel moeten leggen. Ja. Nu, hè? Kijken of er nu een berichtje binnen gaat komen. Heeft u een telefoon bij? Heb je je telefoon nee, bij? Nee, want ik dacht anders stoort hij. Dus jammer. Ik dacht misschien stuurt ze nu net een appje.